Goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag zondag 23 juni, maar dat had ik vannacht ook al gezegd, of vanochtend vroeg. Ja, jullie zijn weer hartelijk welkom, natuurlijk op mijn verjaardag. Ja, dus wij gaan gezellig een bakje koffie met z'n allen doen en gebakje erbij. En nou gebeurde er wat met Frodootje. Je moet je kap nog af. Kom eens even hier. Even je kap af. Kom dan. Goed zo. Maarten, daar ben ik ook trots op. Die is Harlingen alweer voorbij. Ja, ik heb een bekend punt gezien bij Harlingen. Karin die had het ook al gezien. Die appte er net over. Nou, ik had het zelf ook al gezien. Want hij was langs een gebouw gegaan. Dat heet Almenum in Harlingen. En dat heeft vroeger, nee, tenminste wat heet vroeger, maar dat mijn moeder nog leefde, heeft ze daar gewoond. Dus ja, dat herken je dan allemaal, hè? Dat is dan wel leuk, dat is dan gaaf. Ja, en ik zit het weer op YouTube te volgen en op televisie te volgen. Het willen mensen allemaal meer, hè? Ja, ik vind dit geweldig. Hij ligt er zo ver op voor, hè? Hij behoort morgen pas aan te komen, maar hij heeft nog 3 plekken te gaan. Dan is hij er al, ja. Hij is nou weer naar een andere plek. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik neem jullie even mee. Want ik weet het echt niet uit mijn hoofd. Ik neem ook gelijk vrolijk een kap mee. Die moet op zijn plek. Ga eens even fietsen stelen, Gandalf. Ja, je moet even fietsen stelen. Ja, hoe hou jij die kap op? Nee, ja. Moet je me niet doen. Nog geef hem weg. Zo. Zitten we die daar weer neer? Ja, ik moet hier uitkijken voor hem hoor. Zo. Kunnen jullie dat zo zien? Kijk, daar gaat hij. Onze Maarten. Zo geweldig, hè? Maar dan gaan we hem kleiner maken. En kijk hier ook. Hij is Harlingen dus voorbij. Hij is nu onderweg naar Franeker. Dan moet hij van Franeker naar Dokkum. En van Dokkum weer naar Leeuwarden. En dan is hij binnen. Ja, de rest heeft hij allemaal gedaan. En hij is vrijdag eind van de dag begonnen. Om 17:30. Toen is hij begonnen. Dus ja, ik vind het geweldig. Hij behoort maandag pas binnen te komen om dezelfde tijd. Nou ja, hij gaat vliegen vlug. Het gaat goed. Dus ik vind het prachtig. Ja, ik vind het prachtig. Nou, en dan heb je ook de televisie nog. Maar die geluid heb ik nou even zachtjes, omdat wij praten. En dus ja, het gaat goed of niet dan? Ja, vind ik wel. Nou, dan gaan we nou nog een bakje koffie doen en een broodje doen en de diertjes even doen. En dan komt alles goed. Ja. Zeg het, lieve vrienden, geniet van je dag. En wie weet, zie ik jullie wel vandaag. Ja, kom rustig langs. Als je weet waar ik woon. Ja, zo niet, hey pech. Doei, doei. Schat van me, hoe is het met jou dan? Ja, uitstekend verder. Daar is je dan weer, onze Chrissy. Hallo allemaal. Geweldig, ja, ik ben super blij dat ze er is, zeker te weten. Ja, dat, ze moet zo meteen ook weer gaan met de banaan. Toch? Ja, helaas, maar ja goed. Dat heb je wanneer je andere dingen ook te doen hebben en die momenteel meer prioriteiten hebben. Dus ja, dan gaat gewoon allemaal door. Gelukkig heeft het jaar 365 dagen. Hè? Gelukkig wel. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag. Doei, doei. Dag, lieve kijkbaarskinderen. Jullie weten het, hè? Doei. Ja, hallo, lieve vrienden. We zijn weer van de partij. Ja, en het is net 18 uur geweest, wil ik zeggen. Ja, klopt ook wel. 6 uur geweest, het is 11 minuten over 6. Maarten is nog steeds bezig te zwemmen. Ja, dat allemaal live. En natuurlijk heb ik ook TV Friesland er nog op. Ja. Maar
wie zijn er vanmiddag geweest? Dat weten jullie niet. Nee, jullie in ieder geval niet. Vind ik niet leuk. Nee. Maar in ieder geval, mijn broer met zijn vrouw, Koen en Gerry, die willen niet op de vlog. Wie komen er ook onverwacht, want ze had het gezegd dat ze niet zouden komen vanwege dat ze net was geopereerd. Inderdaad, Karin en Roderick. Die zouden niet komen, net een week terug geopereerd. Ze konden het nog niet aan, zo'n lange rit met de auto. Maar ze waren er, dat ik ging dus uit mijn dak. Die willen wel op de vlog, maar ja, mijn schoonzus, mijn broer, die zit erbij, dat ging niet. Maar, wie is er ook gekomen? Jawel, en hij is er nog, onze Jan van Dam. Ja. Maar dat wisten jullie al, want ik ga straks ook weer hij was er al, je was toch al in beeld geweest vandaag of nog niet? Ik ben niet in beeld geweest. Nee, hij was dus nog niet in beeld geweest. Hij is vanmiddag pas gekomen om 11:50. En ik ga zo meteen ook weer weg met de trein. Ja. En een bus. Ik sta vanavond ook weer om 10:00 thuis. Ja. Dus ik heb een hele leuke middag gehad. Met eten en sta drinken. Sta je er nog zo op of niet? Ja, met eten en drinken. En gezellig met elkaar praten over alles en nog wat. Dus ik heb een mooie dag gehad. Mooi, nou dan zijn we helemaal blij en gelukkig. Ik ben ook heel blij en gelukkig bij mij. Ik voel me op mijn gemak. Ja, dat voel je altijd bij ik. Ja. En dus. Oh jee. Ja, jullie zijn wat zwaarder met alles erop en eraan. Maar het doet er niet toe. Nee, tafel is weer schoongemaakt en leeg. We wachten op nog twee personen, althans ik wacht daarop. Die komen vanavond, dat is Wilma. Die wil wel weer op de vlog, maar haar vriend weer niet. Nee, die wil niet gevlogd worden. Maar het maakt niet uit. Nee hoor. Komt allemaal goed. Nee, niet iedereen hoeft op de vlog die niet willen. Simpel zo. Daar heb ik respect voor. Dat moet gewoon kunnen. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ze wel komen. Ja, ik word niet vergeten. Ik ben ook niet vergeten. Maar oké, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie avond, zou ik zeggen. En tot later. Doei doei! Ja, lieve vrienden, het is alweer 1:15. Wilma en Marcel zijn niet geweest daar. Wilma ook al ziek was, kan je niks aan doen. Maar ja, ik heb lekker toch genoten van onze Maarten. Die heb ik weer lekker aan het volgen geweest. Hij ligt nog lekker te slapen. Ik ga dat nadoen. Ik ga ook lekker naar bedje toe. Hé, ja toch Frodo, die ligt ook al klaar. Oh, wat een gaap. Zo. Dus ja, we gaan lekker naar bedje toe en straks rammelt mijn wekkertje ook alweer. Want ik wil het weer zien, hè. Ja, laatste dag morgen. Oftewel, vandaag. Hij start al om 4:00. Al zal ik boven zitten met mijn mobieltje. Maakt me niet uit. Ik moet het weer even zien. Ja, simpel zat. Ik wil weten hoe hij toch aan binnenkomt. En al dat gejuich. Oh, schitterend. Zo mooi. Ja, dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Geniet van jullie nacht rust. Dat ga ik ook doen. En tot aan de andere kant van de nacht. Doei, doei. Oh,